Een hele goede morgen. Vandaag is het 4 mei. Het is in Nederland ook dodenherdenking. In het bijzonder degenen die overleden zijn omwille van het vaderland. Het is moeilijk vandaag niet te denken aan de overledenen en de families waar een overleden is geweest. Naar aanleiding van de recente corona-uitbraak. En we bidden ook voor hen. Het is goed dat we af en toe denken aan de dood, aan het feit dat ons leven hier op aarde een einde heeft. Onze ziel is onsterfelijk, maar ons lichaam zal op een gegeven moment sterven. En we vragen aan de Heer. Op voorslag van zijn moeder, dat zij ons helpt daarop voorbereid te zijn. En de beste manier om voorbereid te zijn op het moment van onze dood is zo goed mogelijk leven, zoals Maria dat deed. Laten we samen één onze Vader en één wezen goed bidden voor alle overledenen, gelovigen en degenen die God niet kenden, maar dat God hen in zijn barmhartigheid mag opnemen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onze vrouw, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons anders, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik wens jullie allemaal een zeer mooie dag toe, en graag jullie gebed voor een goede oplossing van met name de mogelijkheid dat meer gelovigen steeds meer naar de heilige mis mogen komen. Ik dank jullie wel en tot ziens. Dag.